Welkom bij jouw tweelingzielen check-up check-in. Ik ben Daily Coffee Coach en Intuitive Reader. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik ga vandaag weer kijken naar wat de situatie is in tweelingzielenland. Dus tussen jou en je tweelingziel. Naar jullie connectie, hoe het met hem of haar gaat en wat er speelt. Ik zal zo meteen links de kaarten leggen voor je tweelingziel en rechts voor jou. Mocht het zo zijn dat jij meer resoneert met de kaarten die links liggen voor je tweelingziel, wees vrij om de rollen of in ieder geval de legging om te draaien. Dus dat als jij dan meer links, het verhaal meer links bij jou past, dan is dat jouw verhaal. Alles wat ik hier doe is heel algemeen. Dus als het met je resoneert, geef deze reading een thumbs up. Allereerst hartelijk dank aan al mijn abonnees. Allemaal, dank jullie wel. Iedereen die geabonneerd is op dit kanaal. Als je het niet hebt gedaan, abonneer je op mijn YouTube kanaal. En volg mij ook via Instagram. Daar ben ik het meest actief. En daar post ik ook dagelijks een... kaartjes in mijn storing, daar houd ik de dagreadings. Die zijn gratis, kun je gewoon bekijken in mijn story. Verder wil ik iedereen bedanken die dit kanaal ondersteunt door middel van een PayPal-donatie of Tiki-donaties. En ook alle lieverds die steeds een comment plaatsen en hieronder reageren. En dat jullie elkaar ook supporten, vind ik ook heel mooi om te zien. Dat jullie elkaar echt wel helpen. Dus door op elkaar te reageren met uplifting comments natuurlijk. Dus dat waardeer ik enorm. Wil je liever een reading specifiek afgestemd op jouw situatie? Dan kun je daarvoor een reading bij mij boeken. Alle informatie vind je onder deze video. Dus al mijn links. Of ga naar www.mydailycoach.nl. Alright, laten we gaan kijken wat er speelt in tweelingzielenland. Even afstemmen. Oké. Het wordt lekkerder weer. De lente komt eraan. De energie verandert. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jij ook. Oh. Alright, onderkant deck is conclusions are within reach. Maar we gaan even kijken. Wat mogen te weten komen over het collectief? En ik wil graag de beste scenario, dat het met zoveel mogelijk mensen resoneert. Ik heb eventjes niet meer de nieuwe maan in Capricorn hebben we al gehad. Hè? Ja. Time to breathe out. Die neem ik even bij die. En onderkant deck is... Prosperity lies ahead. New moon in Taurus. Nieuwe maan in stier. Hebben we volgens mij ook al gehad, hè? Ik heb het eventjes niet meer scherp allemaal, hoor. De manen. Ik heb het ook hier niet... Binnenkort zit ik weer op mijn oude plek. En dan heb ik alles bij de hand. Want ik wil ook niet, echt niet alles onthouden. Dus waar het om gaat is... Your hard work is paying off. Dus waarschijnlijk hebben jullie het pittig gehad in de connectie. Maar hebben jullie toch geprobeerd om de samenwerking te blijven aangaan, om het zo te noemen? Of dit heeft te maken met het feit dat jullie beide aan jullie zelf hebben gewerkt afzonderlijk. Zodat jullie, wanneer jullie weer in union komen, dat je daar beide profijt van hebt. En als het niet het geval is, kan het best zijn dat je die periode dus nu gaat gebruiken om aan jezelf te werken. En jouw tweelingziel dus ook. En dat dat ervoor zorgt dat jullie op een andere manier bij elkaar kunnen komen. It's time to breathe out. Dus uitblazen. Pff, alle zwaarte loslaten. En dus de kaart ligt erbij van balance, spirituality en practicality. Dus het is heel belangrijk dat voor jou, maar ook voor je tweelingziel, dat er meer balans komt tussen het materiële en het aardse dus. En het niet-aardse, het spirituele. En voor een aantal van jullie tweelingzielen, die gaan echt zwaar door een dark night of the soul heen. En wat ik dus voel, is dat ze heel erg gaan vasthouden aan het aardse. Want dat willen ze helemaal niet kwijt. En omdat ze eigenlijk dat intuïtieve leven wat dichter bij hun hart, hè, wat meer vanuit hun hart leven, dat vinden ze eigenlijk best wel moeilijk, best wel heftig. En jij vindt het soms ook heel moeilijk, want er zijn heel veel emoties die ineens op je afkomen en gevoelens. En misschien ben je helemaal niet gewend om dat zo diep en intens te ervaren, omdat je dat aardse ook wel heel veilig vindt. Dus voor jullie beiden geldt dat jullie wat meer in balans mogen brengen. En als je dat doet, dus werk aan jezelf, en het spirituele en het aardse in balans brengen, ja, dan gaat het alleen maar mooier worden in de connectie. Want prosperity lies ahead, voorspoed. En dat is wat er aan zit te komen. Er liggen hier twee nieuwe manen en één volle maan. We gaan dus een volle maan krijgen. Dus waarschijnlijk bij deze volle maan gaat er al iets gebeuren in de connectie wat jij gaat voelen. Wat te maken heeft dat er een beroep wordt gedaan op
op jou. Om het, om het spirituele wat meer. Wil ik hiermee werken trouwens? Oké. Om het spirituele en het aardse wat meer in balans te brengen. En bij de meesten voel ik dat jullie wat meer, wat spiritueler mogen worden. In die zin, veel meer connecten met je innerlijke. Veel meer connecten met je hogere zelf. Veel meer in alignment leven. Veel meer vanuit flow in het leven staan in plaats van controle. Of dingen willen beïnvloeden of dingen naar je hand willen zetten, want dat geeft natuurlijk zekerheid. Zekerheid amahula, want het enige wat je doet is je creëert als het ware je eigen scenario's. En als het dan iets gaat zoals je het niet wilde, hè, wat je niet verwacht of zoals je niet wilt, ja, dan kun je daar gewoon heel heftig op reageren. Dus hoe meer je de touwtjes loslaat, hoe meer je in de overgave gaat, des te meer je met de flow mee kan gaan voor als er wat zou gebeuren waar je niet op had gerekend, dan ga je er ook wat minder heftig mee om. Alright? Aan jezelf werken loont. Oké, iemand voelt zich alleen en iemand ondergaat een zware transformatie. Oké. Omdat er unfinished business is en exchanging gifts. Oké. Er heeft iemand te veel gegeven in de connectie. Of iemand wil te veel doen in de connectie. En dat zorgt er dus voor dat hij of zij unfinished business heeft met de ander. Want er is iets gewoon niet opgelost tussen jullie. En dat heeft te maken met een stukje geven en nemen in het contact. Oké? De ander, die voelt zich heel alleen. Die voelt zich echt alleen. Die voelt zich achtergelaten, teleurgesteld, alles en iedereen. Dat is denk ik ook die transformatie die hij of zij ondergaat, hè, waardoor hij wat meer de Dark Night of the Souls ervaart, of dat kan jij ook zijn, hè. Dat je zo alleen voelt, zo neglected, hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja, verwaarloosd meer. Het is echt. Dus de een voelt zich echt alleen en die weet eigenlijk misschien niet zo goed wat hij moet doen. En de ander, die heeft zoiets van, ja, maar hallo, ik heb heel veel gegeven, dus ik verwacht dat en dat en dat van jou. Dus jullie hebben allebei unfinished business met elkaar. Alleen bij de een is het, de een eist iets en de ander, die mist iets. Dus de een eist en bij de een ontbreekt er iets en de ander wenst iets. Dus de eiser en degene die. Ja, de een komt dus wat tekort, heb ik het idee. Jullie komen trouwens beide wat tekort in deze connectie, als het gaat naar elkaar toe. Maar het is, er hangt niet de meest supersfeer op dit moment. En dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Dus als je wel lekker in je flow zit, dan is misschien deze reading niet voor jou. Of dan is een andere reading voor jou. Of je merkt misschien dat je bij je wederhelft, dat die door een dark night of the soul heen gaat. Kijk eens hoe je hem of haar dan tegemoet kan komen in door hem of haar te gerust te stellen op een of andere manier. Hoe dan ook zijn er onopgeloste zaken in de connectie. Oké, we gaan even kijken bij jouw tweelingziel, hoe hij of zij zich voelt, wat er allemaal speelt in de connectie. We mogen. Oké. De 9 van bekers en de King of Swords. De 9 van bekers kan zijn de wens in vervulling kaart of dat iemand heel erg bezig is met drinken. Lekker drinken, lekker feesten. Hoeft niet per se alleen maar drank te zijn. Kunnen ook andere verdovende middelen zijn. Met andere woorden, iemand is aan het. Iets aan het compenseren, heb ik meer het idee. En hij of zij houdt zich een beetje afzijdig. En de gerechtigheid ligt hier. En ik dacht al de ster, maar dat is de maan. Dus de gerechtigheid. Of de gerechtigheid. Het oordeel ligt hier. En de onderkant dek is de moon. Dus er zijn dingen die hij of zij niet aan jou vertelt. Wat hij of zij verborgen houdt. En het kan best zijn dat hij of zij jou laat zien van, oh, het gaat hartstikke goed met mij. Ik heb een geweldig leven. Ik voel me super. Ik ben veel onder de mensen. Ik ben met hele leuke dingen bezig. Weet je, alles is oké.
Maar ondertussen is die guarded, hij of zij. Hè? Zie je dat? Dat die zwaard recht omhoog, de boeken, dus de kennis, de informatie houdt hij of zij voor zich. Dat deelt hij niet met jou. En ja, deze meneer kijkt niet al te happy. Dus ik heb ook een beetje het idee dat deze persoon een beetje closed off is. Oké? Ja, want de reality kicks in. Wake-up call. Judgment. Ik denk echt wel dat ze ook aan het ontwaken zijn. En dit is de maan. Dus ergens in hun gevoelswereld. En de maan komt er dus ook aan. Dus houd er rekening mee dat bij de volle maan kunnen jullie bijvoorbeeld met elkaar clashen. Als deze persoon ja, toch zoiets hebt van ik wil me gelijk komen halen. Of ik wil een discussie met jou aangaan. Want hij of zij vindt dat hij unfinished business heeft. Of dat hij of zij vindt dat jij hem of haar niet goed hebt behandeld. Dus iemand wil ze gelijk halen, heb ik het idee. Dus onderhuids gebeurt er een hoop. Het kan ook zijn dat deze persoon, je tweelingziel, ik zeg deze persoon, je tweelingziel heel erg over jou droomt. Oké? Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jullie als met je resoneert? Wat gebeurt er op dit moment? Kijk, er staan een heleboel. De acht van staven. Zie je dat? Valt allemaal op mijn arm. De Ace of Challenges, die hadden we volgens mij ook. De zes van staven omgekeerd. Neem ik hem eventjes mee. De acht van. En de acht van pentakels. Oké, jullie daarentegen willen wel heel graag communiceren. Willen het gesprek heel graag aangaan met je tweelingziel. Oké? Daar waar hij of zij wat gesloten is, willen jullie heel graag het gesprek aangaan. Of je bent lekker bezig met jezelf en er is een hele andere flow, hele andere energie die je voelt in je leven. Omdat je heel erg in jezelf hebt geïnvesteerd. De hard work is paying off. Dat is deze kaart. Dus of je bent in jezelf aan het investeren of je hebt in jezelf geïnvesteerd. Dus zelfliefde, hè, je eigen, dus vandaag ook hè, in mijn liefdesbrief van maandag. Dus vandaag dus, dat ik deze reading opneem. Het vuur in jou, je bent helemaal je vlam aan het ontwaken. Je bent echt in jezelf aan het investeren. Maar aan de andere kant wil je ook heel graag in gesprek met je tweelingziel over jullie liefde. Alright? De zes van staven is omgekeerd, want ergens voel jij je toch niet helemaal succesvol in. Of voor je gevoel heb je niet alles eruit kunnen halen uit deze connectie. En weet je, deze kaart gaat over succesvol zijn, overwinning, over viering. Dit trouwens kan ook trouwens de kaart zijn van de ego. Dus het kan ook best zijn dat jij veel minder vanuit ego-driven, vanuit je ego wordt geleid. Met andere woorden, je hoeft niet zozeer meer gelijk te hebben. Weet je, je laat het allemaal gewoon ontstaan, je laat het allemaal gewoon gaan. Want je bent heel erg gefocust op jezelf op dit moment. En wat ik hiermee bedoel te zeggen is, ego is heel erg, hè, dat is dat balance. Spirituality en het aardse. En ego is ook heel erg het aardse. Dus je hebt voor je gevoel hoef je niet meer de connectie te willen controleren en te domineren. Weet je, het is goed zo. Je bent gefocust op jezelf. Alright? En wat mag te weten komen over de connectie? Twee kaarten, alsjeblieft. Drie mag ook, hoor ik. Die wil eruit. Wauw, de aas van munten, onderkant dek, is de magier. En de prinses van bekers. Wat is deze kaart? Oké, en de doodkaart. Als je gaat kijken naar jullie connectie, ligt in het midden toch wel weer een heel mooi vruchtbaar nieuw begin. Dus er gaat een vernieuwing zijn. Ik moet ook echt denken aan de lente met deze kaart. Of was het de zomer eerder? Wat zal ik ervan maken? Het lijkt op de zomer, maar ik voel de lente. Goed verhaal, Daily. Het lijkt op de zomer, maar ik voel de lente. Laten we zeggen vanaf de lente tot aan de zomer. Want ik geef geen timing mee. Gaat er echt wel iets heel moois worden gemanifesteerd? Kijk eens aan. Twee keer één. Zie je dat? 1-1 is 11, baby. Dus jij en je tweelingziel gaan beide manifesteren. Of het universum gaat jullie helpen. Omdat het universum heeft zoiets van: Jezus, doe eens normaal, man. Zie je dus ook de lente? Go smell the flowers together in plaats van dat pietluttige gedoe of in plaats van heel dat boze gedoe. Put your worries, put your everything aside en zoek elkaar op en ga investeren in een mooie samenzijn of iets dergelijks, you know? Ik hoor echt cut the crap, dus mijn koningin van zwaardekaart had haar eigenlijk hier moeten zijn. Het universum wil gewoon dat jullie wat meer
jullie ego opzij doen en ja, gaan investeren in regeneration, in een soort van wederopbouw, iets in de connectie, als dat jouw wens is natuurlijk, hè? Sommige mensen, ik zal maar niet zeggen wie het nog meer, ja, die hebben daar helemaal geen behoefte aan, of die zijn op een missie, ik zal niet zeggen wie nog meer. Oké. That's too much. Maar wat ik wil zeggen is, een aantal van jullie heeft dus bewust gekozen om eventjes niet in union te komen. Want je bent al in union in 5D, maar ik bedoel in 3D. En zich te focussen op zijn of haar leven. En dat mag. Maar het universum wil dan nog dat je wel gewoon een mooi contact hebt met je tweelingziel. Ook in 3D. Als dat kan. En als je dat wil. Oké, wat kan ik nog meer meegeven over de connectie? Deze kaart wilde eruit. De Ten of Wands. Nogmaals, één van jullie of jullie beiden hebben het zwaar in deze connectie. Het kan zijn dat ene heel veel werkt ook. Of het is de verantwoordelijkheid. Of het is de connectie zelf. Wat ervoor zorgt dat het als zwaar wordt beleefd. Oké, mag ik twee kaarten voor jou? Tweelingziel. Seven of Cups. Ja, verwarring. Wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Misschien nogmaals, zijn er meer mensen in het spel? Of het is wat ik net al zei. Dat overmatige drinken met vrienden zijn of vriendinnen zijn. Doen alsof het goed met je gaat, terwijl het helemaal niet goed met je gaat. Snap je? Zie je die persoon hier die wisselt van maskers? Of die heeft een masker op, doet de masker af. Er is gewoon te veel afleiding. Te veel afleiding. En althans, hij of zij zoekt zelf die afleiding op. Omdat hij voelt zich alleen. Of zij. Maar dat mag niemand weten natuurlijk. En onderkant dek is de Three of Pentacles. Dus hij of zij zal ook wel heel erg bezig zijn met werken. Of het is de derde partij. Of derde partij hoeft niet alleen maar mensen te zijn. Hè? Of een andere persoon met wie hij of zij een relatie heeft. Of mee vreemd gaat, hoe je het ook wil noemen. Het kan ook werk zijn, vrienden, familie. Dus hij of zij heeft het daar heel druk mee. En daaronder is wel de Six of Cups, zie je dat? Dus hij of zij denkt wel heel erg veel aan jou. En de King of Cups. En die wil ook graag weer zijn liefde aan jou geven. Of met jou zijn. Maar dat is dus een geheim. Dat mag niemand weten. Soms vraag ik me echt af van waarom doen jullie zo moeilijk? Una paloma blanca. Hoe gaat het met jou? Oh god. Ik kan wel huilen. De Star. OMG. En de onderkant deck is de Magician. Dit zijn hele mooie kaarten. Weet je waarom? En daaronder ligt weer de Nine of Cups. Maar het kan, dit is denk ik in positieve zin. Want je hebt twee keer de wens in vervulling kaart en weer die Judgment. Weet je wat dit zegt? Lieve, lieve jij die kijkt. Dat heb ik wel geleerd. Hoe meer je van jezelf gaat houden. Dus hoe beter je kunt manifesteren. Echt waar. Want je manifestaties komen ook uit een plek, en dat is dan een plek in jou, vanuit dat je gewoon zelfverzekerd bent, dat je jezelf goed genoeg voelt. En dat is de energie die achter jouw intentie zit. Je hebt altijd een intentie achter je intentie, en dat is de energie die achter jouw intentie zit. En dat zorgt ervoor dat je ook datgene echt kunt manifesteren, wat bij jou past. Dus je krijgt alleen maar datgene wat bij jouw energie hoort. Je vibratie. En ook al heb je een off day, maakt niet uit. Het gaat om jouw kernenergie, noem ik het maar even. Jouw eigen trillingsfrequentie. En hoe meer je aan jezelf werkt en hoe meer je investeert in zelfliefde, dan heb je natuurlijk een hele andere trillingsfrequentie dan een persoon die dat niet doet of niet heeft of onzeker is of zichzelf niet goed genoeg voelt. Dus jullie zitten echt in een fantastische vibe, you know? Dus maak daar gebruik van om te manifesteren. Alright. En manifesteer dan ook een relatie, als je graag een relatie wil. De relatie die je graag wil hebben. De King of Wands is midden van en de Nine of Pentacles. Wauw, met de Hierophant. En die moet ik nemen. En eronder ligt weer de Ace van Pentacles. Dus een nieuw begin. Dit is naar een next level gaan met je connectie. Maar wat als ik kijk naar jullie connectie, ligt hier de King of Wands. De King of Wands is een hele vurige energie.
En deze koning, het is een koning, dus het is echt een goede energie. Deze koning gaat recht op zijn doel af, is echt gewoon fearless, nergens bang voor. Als hij wat wil, dan gaat hij ervoor en dan zorgt hij ook voor dat hij het krijgt. En de Nine of Pentacles is eigenlijk, zij is de voorloopster van de Empress. Dus met andere woorden, het is alles krijgen wat je maar wil hebben. En dat alles ook goed is, omdat je eigenlijk niks tekort komt. Zie je hoe zo mooi het laaghangend fruit weghaalt, hier de druiven, dus... Dit is contentment, weet je? Dit is tevredenheid. En wat het zegt over de connectie is dat, ondanks dat jouw tweelingziel iets te doen heeft, als jij aan de slag gaat in je eigen energie, dan kun je dit sneller mogelijk maken, omdat jij bent een soort drijvende kracht achter de energetische connectie. Hij of zij wil ook investeren in samenwerken. Dus dat ligt hier. Ja? Alleen voor hem of haar is het belangrijk om even een goed besluit te nemen. Jij daarentegen moet je daar helemaal niet mee bezig gaan houden, als ik dat zo voor jou mag bepalen. Maar lekker op jezelf focussen en dingen gaan manifesteren. En vooral werken aan jouw zelfliefde. Want dan kom je echt wel in de King of Wands-energie terecht. Ja. En dat maakt jou weer super aantrekkelijk voor de ander. Want die denkt, hé, wat jij hebt of wat Daily heeft, wil ik ook, bij wijze van spreken. Of jij, de kijker. Alright, wat kan ik nog meer meegeven voor jullie, aan jullie? Ik hoop dat jullie het allemaal kunnen zien, de kaarten. Anders moet ik hem even de camera een stukje naar achteren halen. Yes. Wat mag ik nog meer meegeven aan de lieverds die kijken? Als het gaat om hun connectie. Welk advies? De throat chakra. Kijk eens aan. Die heb ik laatst geclinst. Dat was een heftige cleansing, zeg. De inner child cleansing was heel mooi, maar ook heel heftig. Maar het ging onder andere hebben we onder de. Over de keelchakra die we extra hebben geraakt. Het is zo belangrijk dat ik goed contact tussen jullie twee. En dat er ook met elkaar wordt gesproken over van alles en nog wat. En weer de zeven van bekers. Daydreaming and decisions. Kijk eens aan. En dit is moving on. Dus ik denk dat jouw tweelingziel echt een beslissing moet gaan nemen over het uitsluiten van alles wat hem of haar. Uit het contact met zichzelf haalt, maar ook uit het contact met jou. En daarvan weggaan en verder gaan met zijn leven. En voor jou geldt ook, focus je op jezelf. Ook al zit je goed in de connectie, blijf je altijd focussen op jezelf. Onderkant dek is third eye chakra, dus luisteren naar je intuïtie. Heel belangrijk. Super, super belangrijk. Alright, wat voor mooie boodschap hebben we nog meer voor jullie? Oh, daar gaat mijn engel. Oh, engeltje. Niet vallen, lieverd. Don't worry. Zo. Even kijken. Ik weet niet wat ik heb, maar ik heb vandaag heel veel zin om te zingen. Maar daar ga ik jullie maar niet mee vermoeien, want ik ben geen zangeres of zo. Ik heb andere talenten. You know? Ik hoop dat er iets met je resoneert. Geef het een thumbs up als het met je resoneert. Als je het nog niet hebt gedaan, abonneer je op mijn YouTube-kanaal. En volg mij ook via Instagram. Oké, nou, een heleboel. Kaarten. En de onderkant, die neem ik ook. Alright, goed. Deze kaart, prachtige kaart, ik ga hem even lezen. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow only joy into your life, regardless of the circumstances you currently find yourself in. Dus sluit je ogen. Vertel aan jezelf dat je het verdient om blij te zijn, om je goed te voelen. Dus mocht jij je zo voelen, sluit je ogen en stel jezelf gerust. En dat het ongeacht waar je ook in zit, welke situatie je ook in zit, dat je altijd maar ook vreugde, blijdschap en liefde en van alles en nog wat in je leven kan binnenhalen. Dus dat zijn dingen die je zelf kunt creëren. Dat is een beetje de boodschap van deze kaart. Dat je zelf de creator bent van jouw leven. En, oh, dat zegt ook deze kaart, hè. In principe kun je alles manifesteren wat je maar wilt, zolang je investeert in zelfliefde.
Hoe meer je van jezelf houdt, des te mooier je dingen je krijgt van het universum. En deze kaart is: If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. Met andere woorden, als er iets is wat je nog zou willen en kunnen doen, wat zou dat zijn? Kijk goed en diep in je hart. Niet alleen maar vanuit je denken. Dat is echt die practice spirituality en die andere. Dus het aardse en spirituele. Omdat het hart is de poort naar je ziel. Dus deze kaart nodigt jou uit om veel meer vanuit je ziel te gaan leven. En hetzelfde geldt voor jouw tweelingziel. Ik hoop dat jullie iets aan hebben gehad. En ik wens je een hele mooie dag.